Nee. Goedemorgen allemaal. Bij deze eerste webinar van de TVL expertgroep gebouwautomatisering. Namens Jan Kedel en mij iedereen van harte welkom. We gaan snel van start. Even als introductie een aantal sheets over de TVVL. Wanneer er een aantal mensen bij zijn die niet bekend zijn met TVL. TVL is een vereniging van leden voor leden, gericht op kennisontwikkeling en kennis delen. Er zijn ongeveer 1000 individuele leden en 500 bedrijfsleden. We hebben een heel mooi blad, komt iedere maand, maar steeds meer gaan we alles digitaal doen. Dus we hebben een mooie TVL-website en TVL Connect-website. Daar delen wij alle onze informatie en daar is van alles te vinden. Een paar actuele zaken. Er is een corona-gerelateerde vraagbaak. Hier zien jullie het e-mailadres voor vragen. Dat dit een raar jaar is, dat hebben we met z'n allen meegemaakt dit jaar. De TVL heeft een actie in het leven geroepen om bijvoorbeeld kosteloos een optie te nemen op een cursus of om in termijnen te betalen. En alle lessen gaan altijd door. Dus voor meer informatie kijk op de TVL-site, de Raar Jaar Actie. Daarnaast, zoals jullie nu zien, zijn we ook met de webinars gestart als TVL. Daar is de agenda staat op de TVL-site. Ik zal op het eind nog even afsluiten met de komende lezingen. Voor nu, we zijn al gestart de opening en introductie. Jan Kedel die begint zo meteen met zijn presentatie. De presentatie zal 20 minuten duren. Dan hebben we een Q&A-sessie. Dus dan kun je vragen stellen. Daarna zal ik een korte presentatie geven. Daarna kunnen we weer aansluiten ook vragen stellen. En dan kunnen we afsluiten om 11 uur. Dus we houden de tijd strikt in de gaten. Zoals jullie ook in de chat hebben kunnen lezen, de bedoeling is dat de vragen gesteld worden niet in de chat, maar in de Q&A-sessie. Dan kunnen we dat beter modereren. Dus ik wil nu vragen aan Jan Kedel om even een korte introductie van zichzelf te geven, het scherm over te nemen en zijn presentatie te beginnen. Ja, hij staat in beeld, Jan. Mooi zo, dankjewel. Ik denk dat ik nu zichtbaar ben voor iedereen. Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Jan Kedel. Op dit moment nog voorzitter van de expertgroep, TVVL-expertgroep GEB, Gebouwautomatisering en Beheer. Vanaf volgend jaar zal Joep van der Velde voorzitter zijn. En ik wens hem daar alvast heel veel succes bij. Wie ben ik zelf? Ik ben een adviseur voor gebouwbeheersystemen, vooral gericht op de eindgebruiker. Heb wat dat betreft de nodige ervaring in het verleden opgedaan bij firma's zoals Priva, Siemens en de voorgangers daarvan. Dus eigenlijk mijn hele leven in gebouwautomatisering en beheer gezeten. Wat op dit moment vooral mijn werkzaamheden zijn, is adviezen geven aan eindgebruikers. Maar ik werk ook als beoordelaar voor subsidies voor TKI, Urban Energy en RVO. Daarnaast via TVVL en ISO ook deelgenoot en medewerker in werkgroepen van Techniek Nederland en de FHI gebouwautomatisering. Genoeg over mij, laten we snel verder gaan naar het thema wat we vandaag hebben. GBS. GBS is niet meer hetzelfde wat het vroeger was. Het is een enorm in ontwikkeling zijnd gebied. Alhoewel de kern van het GBS natuurlijk nog steeds hetzelfde is. Vooral gericht op comfortinstallaties. Zien we dat er toch in dat werkgebied een enorme hoeveelheid uitbreidingen zijn. Je ziet ze op deze sheet.
De sheets worden overigens ter beschikking gesteld, dus je krijgt ze mogelijk of je krijgt de mogelijkheid om ze te downloaden. Deze mogelijkheid zet vooral een nieuwe toon in ons werkgebied en dat is ICT, dat is datacollectie en dat is Internet of Things. Laten we daar eens eventjes wat dieper op ingaan. Je zou kunnen zeggen, dit is het klassieke plaatje waarin je gebouwautomatisering kunt typeren als vooral gericht op comfortinstallaties. In de sheet die je nu ziet zijn vooral de groene delen direct uitvoerbaar door een GBS. Voor het blauwe heb je eigenlijk al aanvullende producten, systemen nodig en is er integratie nodig. Maar die wereld is dusdanig in verandering dat je eigenlijk kan zeggen, daar houdt het niet mee op. Want dit is opnieuw een speelveld. Laten we er gewoon een paar uitnemen, big data analyse. Er is een toenemende trend om werkelijk tot in de kern van het functioneren van installaties te komen. Dat kan je niet anders doen dan door aanvullende metingen die data produceren. En daarvoor heb je in feite nieuwe systemen nodig die het goed kunnen evalueren. We zien LoRaWAN staan voor een infrastructurele opzet van metingen die je bij wijze van spreken door heel Nederland zou kunnen doen in alle gebouwen die tot je eigendom of tot je beheer behoren. Indoor positioning is een heel nieuw werkveld waarin het mogelijk is om je weg te vinden in een gebouw of collega's op te zoeken of vrije vergaderruimtes te vinden. Nou, koppelingen HVAC en licht helemaal aan de andere kant, dat doen we eigenlijk al jaren. Maar we zijn natuurlijk veel meer gericht op dat alles onder één noemer te brengen van een IP-netwerk. En daar zijn nogal de nodige hoofdbrekens. Health monitoring, COVID-19 of corona, maakt het eigenlijk noodzakelijk om ook op een andere manier naar gebouwen te gaan kijken. Aan de ene kant moeten we met de 1,5 meter samenleving rekening houden. En aan de andere kant is het natuurlijk zo dat het ook niet meer mogelijk is om met alle mensen tegelijkertijd in hetzelfde gebouw aanwezig te zijn. Ik denk dat je zo kunt horen en beluisteren dat gebouwen vooral de ontmoetingsfunctie gaan krijgen, terwijl toch partieel thuiswerken de norm blijft voor de komende jaren. Wat wel heel belangrijk is, is dat we zien dat installaties in het verleden natuurlijk werden ontworpen om net energie-efficiënt te werken, energiezuinig. En dat het mogelijk een heel andere wending gaat krijgen wanneer we bijvoorbeeld vanwege COVID-19 een verhoogde hoeveelheid ventilatielucht moeten binnenbrengen. In één keer is dan energie eigenlijk een minder belangrijk thema geworden en gezondheid speelt dan de hoofdrol. Andere integraties zie je op deze afbeelding, waarvan ik er nog één wil noemen, grid management. In toenemende mate zullen zien dat we met elektrogrids en warmtegrids te maken krijgen, naast bijvoorbeeld de eigen opwekking door middel van een WKO in het gebouw zelf. Het opwekken en het delen van energie wordt in toenemende mate belangrijk. Dat betekent eigenlijk dat als je dit soort systemen zou willen integreren, dat je ook moet kunnen terugvallen op een structuur die jou helpt het consistent op te zetten. En daarvoor is een systeemarchitectuur in principe onmisbaar. Eigenlijk kun je daarmee zorgen dat de organisatorische inrichting van je bedrijf, dus hoe de mensen werken, wat ze doen, maar ook de informatievoorziening en zelfs de hulpmiddelen die je ter beschikking hebt, allemaal toch, laten we zeggen, aan de ene kant beschreven zijn en aan de andere kant ook duidelijk is voor iedereen wat het nut en de noodzaak is. En dat iedereen ermee kan werken. Dat betekent eigenlijk dat als je veel integraties doet en die systeemarchitectuur daadwerkelijk wil gebruiken, dat je moet proberen de ambities voor een project, maar ook voor je eigen bedrijf, goed te formuleren en te faseren. De vertaling van wat je wil en wat je werkelijk doet is dan heel erg belangrijk.
En je moet ook op een bepaald moment in de gelegenheid gesteld worden keuzes te maken. En die moeten niet per project een afhankelijkheid kennen, maar in feite is het belangrijk voor de hele organisatie om daar een structuur in te vinden. In toenemende mate gaan informatietechnologie en operationele technologie een verbindende rol met elkaar spelen voor gebouwen. Ja, voor IT is dat denk ik wel duidelijk. Dat gaat vooral om de, laten we zeggen, informatie. En cruciaal is daar de zekerheid, de veiligheid van die informatie. Maar ga je aan de andere kant naar operationele techniek kijken, dan zie je dat een gebouw steeds vaker een voorwaarde is voor een organisatie om verantwoord en kostenefficiënt te kunnen werken in dat gebouw. Dus met andere woorden is het gebouw eigenlijk een voorwaardescheppende zaak voor een organisatie. En dat betekent dat een organisatie ook moet kunnen rekenen op de prestatie van een gebouw. Met andere woorden, als je praat over een gebouw, dan gaat het erom dat dat gebouw beschikbaar is, dat dat veilig is, toegankelijk is en dat er een kwaliteitsmaatstaf die het bedrijf zou willen handhaven ook gehouden wordt. Dat betekent dus dat deze twee aspecten, IT en OT, een samenhangende rol hebben en sterk voorwaardescheppend zijn voor de bedrijfsprocessen. Eigenlijk zeggen wij, dan zou je ook een GBS een onderdeel moeten laten zijn van het prestatiecontract. Waarom? Omdat een prestatiecontract eigenlijk de borging is voor een organisatie waarop ze kunnen terugvallen in de situatie dat iets niet in orde is of wanneer ze ontevreden zijn over bepaalde zaken. Prestatiecontracten kunnen daar zeker een heel goed antwoord geven. En wij denken dat een GBS daarin thuis hoort. We praten heel veel over IoT, Internet of Things, en toch zou ik de vakwereld willen oproepen om daar een i'tje voor te gaan zetten. En dat i'tje heeft te maken met het feit dat we het op een zeer professionele manier willen doen. Niets ten nadele van consumentenelektronica, maar de schaalgrootte is kleiner, de risico's zijn minder. En mocht je op een bepaald moment een niet geheel up-to-date softwarepakket hebben, dan is dat risico te nemen, bij wijze van spreken. Natuurlijk het risico van dataveiligheid en dat niemand je systeem kan hacken, blijft heel sterk aanwezig. Aan de industriële kant, aan de andere kant gesproken, ligt daar nou net de nadruk op. Het feit dat je kan zeggen dat eigenlijk die industriële kant een professionele tegenhanger is van de consumentenkant. Ik denk dat we dat als vakgebied eigenlijk heel hoog in het vaandel moeten gaan schrijven. Natuurlijk, industrie heeft op zichzelf heel vaak een productieeigenschap waarin de kwaliteit werkelijk bij een zeer groot aantal geborgd moet worden. Maar is dat eigenlijk niet hetzelfde voor ons gebouw? Dus wij denken dat utiliteitsgebouwen in zijn algemeenheid best in die industriële sector zouden kunnen vallen. Natuurlijk niet qua alle aspecten, maar als je bijvoorbeeld gaat kijken naar, het zijn zakelijke toepassingen, dus er is veel geld mee gemoeid. We willen eigenlijk een hele hoge kwaliteit in de gebouwen nastreven. En dat betekent dat je ook producten daar tegenover moet zetten die een industriële bouwvorm hebben, die een lange levensduur kennen, die nauwkeurig zijn en die vooral ook geüpdate worden. De producten die we in de consumentenmarkt vaak aantreffen, worden één keer gebouwd en verder vrijwel niet onderhouden met updates. Er zijn zeker goede uitzonderingen te noemen, maar laten we eerlijk zijn, de goedkoopste sensoren die je uit Azië laat komen, die hebben die voorziening niet. Terwijl ze misschien wel heel erg gevoelig zijn voor hackers. Daarom zou je eigenlijk als sector waarin wij zitten ook een industriële bouwkwaliteit moeten nastreven. Een ander aspect is dat binnen de systeemarchitectuur van gebouwbeheersystemen een soort nieuwe denkrichting gaat ontstaan. We hebben het heel gemakkelijk over cloud computing.
En dan praat je eigenlijk over een datacenter wat veraf ergens opgesteld is. Dus je weet niet eens waar het is. Met zekerheid is dat een belangrijk aspect om na te gaan of het in de Verenigde Staten of in Europa is. Maar oké, dat nog even afgezien. Maar daar omheen gaat zich een hele nieuwe wereld ontspinnen, zeg maar. De data-analyses vinden tegenwoordig bijna allemaal in datacenters plaats, in de cloud geplaatst. Wat je nu eigenlijk aantreft is dat daar heel veel netwerkvertraging een rol speelt. Ik kom daar dadelijk eventjes op terug. Dus daarvoor wordt eigenlijk een nieuwe architectuurcomponent geïntroduceerd en dat is de fog. De fog bestaat uit werkelijk de velddevices, de veldapparatuur zoals wij het noemen, maar in feite ook op wat we dan gaan noemen edge computing, dus de apparatuur die weliswaar in het gebouw is geplaatst, maar eigenlijk de doorgeefrol heeft naar de cloud. Het zijn intelligente componenten zoals je rechts op de afbeelding ziet. Het kan een hele AV besturing op zich nemen, zoals de bovenste bron van Cisco. En onderin zie je gewoon een universele industriële computer die opgesteld kan worden boven het plafond of in een centrale kast. En die een hele hoop taken voor zijn rekening kan nemen. De architectuur die wij al kennen vanuit GBS-systemen blijft daarbij grotendeels gelijk. Dat is wel het interessante. Dus met andere woorden, waar we veldniveau zien op de sheet, ik geloof dat mijn microfoon uit ligt. Ik ga eventjes overop. Ik hoop dat ik weer verstaanbaar ben. Misschien dat ik even een seintje van Esmeralda kan krijgen. Edge computing heeft ook een intelligentielaag en die kunnen we gelijkstellen met de automatisering die in feite ook gebruikelijk is op de klassieke manier van kijken naar GBS. Ja, misschien kan je iets harder praten. Edge computing is heel goed. Jan, je geluid valt nog steeds weg. Door te veel apparatuur die aangesloten is op datzelfde netwerk. Wanneer je lange afstanden moet overbruggen en vaak verschillende apparatuur daarvoor moet inzetten, dan kan dat zelfs door weer op een negatieve manier beïnvloed worden. Netwerken kunnen ook overbelast zijn. En er kan een probleem in datacenters optreden, wat niet zo gauw in de orde is, omdat dat dikwijls automatisch wordt afgenomen. Kortom, er ontstaan vertragingen tussen in feite de informatie die je zou willen overdragen en het moment dat dat werkelijk gebeurt. En het is niet één keer, het is heel vaak dat dat gebeurt. Iedere keer dat er een informatie wordt overgezet, heb je ook een soort toegangsprotocol wat ook tijd kost. Met andere woorden, je zou eigenlijk het element latency, of latency wordt het in het Engels genoemd, dat is de reactietijd die gepaard gaat met IoT, of Industrial Internet of Things, maakt niet uit. Die kan soms meer dan 100 milliseconden per call bedragen. En er zijn misschien wel duizenden calls per uur die nodig zijn om informatie over te dragen. Dus wat je daar zou willen doen, is dat je lokale hardware installeert om die latency naar beneden te krijgen. En we zien het hier als derde bullet staan. De latency kan in vele gevallen van 100 milliseconden en hoger gereduceerd worden tot onder 10 milliseconden. En dat is een factor meer dan 10 die keihard nodig is om een bruikbaar product te gaan krijgen. Op de sheet kun je nakijken welke producten beschikbaar zijn voor edge computing. En ik zou de site van Dell kunnen aanbevelen.
maar anderen zijn misschien net zo goed, daar gaat het niet om. Maar Dell geeft heel duidelijk weer hoe je producten kunt configureren. Dus je kunt het feilloos zelf reproduceren wat je wil aanschaffen. Als je gaat kijken hoe dat te integreren is in bestaand GBS, dan zien we eigenlijk twee modellen ontstaan. Eén is dat je met een smart sensor netwerk zou willen integreren in een bestaand GBS. Dan zou dat kunnen via een edge device, waarop al die smart sensors worden aangesloten. En eventueel ook HMI's in de vorm van een smartphone die je gaat gebruiken daarvoor. Die wordt via een edge device gekoppeld en dan via een firewall verbonden met het bestaande GBS. Een andere is, en die zie je echt in heel veel producten terugkomen, een API, Automatic Programmable Interface. Alle koelmachines tegenwoordig, alle gridapparaten, alle WKO's, bedenk het maar, worden via een API verbonden met het bestaande GBS. Ik heb een aantal voorbeelden voor beide. Hier zie je ze staan. Dus ook een LoRaWAN bijvoorbeeld voor metingen op wat grotere afstand. En bijvoorbeeld hele grote netwerken zou je op deze manier, zoals links aangegeven, kunnen integreren. We hebben een aantal voorbeelden uitgewerkt, maar dat voert ver om in deze presentatie werkelijk te gaan verklaren. Dus ze staan in de naslag die bij deze presentatie hoort. Dus kijk het gerust even na. Eventuele vragen kunnen we natuurlijk graag beantwoorden via bijvoorbeeld EVVL Connect. De ICT security kant hebben we al net al eventjes aangegeven, maar die is waanzinnig belangrijk dat we dat met z'n allen heel goed respecteren. Ik weet niet of iedereen het National Cyber Security Center kent. De website wordt hier genoemd. Is echt een heel belangrijke website waarin constant ook mededelingen worden gedaan over de gevallen van hacks die hebben plaatsgevonden en de wijze waar daarmee wordt omgegaan. En dat laatste is namelijk heel erg belangrijk. Hier zie je bijvoorbeeld één leerpunt waar we heel veel van geleerd hebben. Citrix is namelijk een zeer gerenommeerde firma, maar ze hebben toch begin van dit jaar een hack ondervonden die ze eigenlijk heel snel een oplossing hebben willen geven door een soort halve oplossing alvast online te zetten. Nou, dat is natuurlijk het gevaarlijkste wat je kan doen, want op zo'n moment is een hacker zeer geïnteresseerd in de website om eens even te kijken wat hij daarmee kan. En dat was er zelfs aanleiding om, dus die halve oplossing was aanleiding voor de overheid om Citrix helemaal te stoppen in hun systemen. Wat moet je dus doen? Je moet eigenlijk een protocol met elkaar afspreken dat heet Responsible Disclosure. En dat wil zeggen dat wanneer een hack wordt ontdekt, dat je met het National Cyber Security Center contact opneemt en afspreekt welke partijen dat daarbij betrokken zijn. En pas in gezamenlijkheid nadat het opgelost is, melding gaat doen aan andere organisaties of aan de nieuwsmedia dat je gehackt was en wat eraan gedaan is. Doe je dat tussentijds en te vroeg, dan heb je direct de hele hackersclub op je nek zitten. Dus wat dat betreft denk ik is het verstandig om daar een protocol aan te houden. NCSC, dus het Cyber Security Center, speelt vervolgens een rol om partijen die kennelijk toch een probleem met elkaar hebben, door die hack bij elkaar te brengen, verstandige afspraken te maken en ook de kwetsbaarheden meehelpen oplossen en vooral ook de communicatie goed te kunnen regelen. Ja, en hoe kwetsbaar ben je eigenlijk zelf in je dagelijkse praktijk? We zagen, afgelopen week was dat geloof ik, Hof van Twente, platgelegd door een hacker, maar we zien ook dat uitzendbureau Randstad te grazen is genomen. En zelfs kunnen we de Erasmusbrug, konden we, want het is nu beveiligd met een password,
Maar dan heb je eigenlijk al een voorbeeld van hoe slecht dat we met ICT soms omgaan. Soms vergeten we de passwords en soms zijn ze 1, 2, 3, 4, 5. Bedenk het maar, het zijn zoveel kleine dingetjes die we wat dat betreft nalaten te doen om een systeem veilig te maken. Dus met andere woorden, wees dubbel op je hoede, want de aanvallen van hackers verplaatsen zich werkelijk naar bedrijven en instellingen, omdat daar vaak een geldbedrag te halen is. En we kennen het van de Universiteit Maastricht, waar echt, ik meen, 600.000 euro aan losgeld is betaald. Laat je bedrijf regelmatig auditen, dus nagaan of de procedures goed zijn, maar laat het ook door een onafhankelijke penetratietest, een pentest noemen we dat, testen. En dat kun je op verschillende manieren doen. Je kan niks vertellen en hack maar los op mijn site en rapporteer aan mij. Het kost je tussen een paar honderd en een paar duizend euro. Maar dan ben je ook zeker dat je eigenlijk de belangrijkste veiligheidsaspecten meegenomen hebt. En in feite een paar dingetjes die echt heel belangrijk zijn, is ons passwordbeleid. Laten we daar heel professioneel mee omgaan. En ook mensen die het bedrijf verlaten, werkelijk heel conscientieus uit de systemen verwijderen. Laten we bij netwerkverbindingen van buitenaf altijd virtual private networks gebruiken, VPN. Abonnementen afspreken dus. Ga nooit direct van buitenaf op Modbus of KNX of Bacnet inloggen. Want dat zijn allemaal systemen die in een andere tijd tot stand zijn gekomen. En waarvan we op dit moment, de fabrikanten en de organisatie werken er overigens wel keihard aan om het goed te krijgen hoor. Maar laten we vooral voor de geïnstalleerde basis ontzettend voorzichtig zijn bij het inloggen op dit soort systemen. Doe het dus niet. Samen op OfficeNet werken, alleen met virtual LANs. En ICT onderhoud zou ik haast willen zeggen, is ook een heel belangrijk aspect waarin je zorg moet dragen dat Windows updates en drivers van de laptops of pc's goed bijgewerkt worden. Sluit altijd een service level agreement af met relaties met klanten. Omdat je in de ICT geldt eigenlijk zelfs een soort wissel van apparatuur rond de 3 jaar. Wij krijgen het nog steeds klaar om pc's van meer dan 7 jaar, of misschien wel 10 jaar, te laten functioneren voor ons GBS. Ik denk dat we daar ook een mentality switch moeten maken. Dus de vervanging van PC's, vooral dat wat nog met Vista en XP werkt, is heel erg belangrijk. Dat is ongeveer de boodschap van dit webinar. Ik wil nog heel even de aandacht vestigen op de ISO 115. Die is 2 jaar geleden inmiddels al ontstaan, augustus 2018. Het geeft heel veel informatie over ontwerpeisen voor een GBS. En waarvoor is het nou belangrijk? Omdat het de eindgebruiker uiteindelijk veel duidelijkheid geeft over wat hij kan verwachten van een GBS. En daar is het ons als sector, lijkt me toch wel, om te doen. En daarmee wil ik deze presentatie afsluiten. Ja, dankjewel Jan voor deze presentatie. We hebben even een momentje gehad dat je wat slechter te horen was via je microfoon. Ja. Ik heb nog geen vragen gezien in de Q&A portal, dus ik heb je even door laten praten, zeg maar. Ik weet niet of er nu nog vragen zijn op aanmerkingen, mensen die iets kwijt willen. Dan kan dat nu. Zo niet, dan ga ik mijn presentatie opzetten en dan kunnen de mensen nog de vragen ook aan Jan stellen na het overleg. Ik zie nou 1 vraag binnenkomen, Jan, gelukkig. Hoe staan jullie echt tegenover dat alle data in de cloud komt? Is dat iets waar je snel antwoord op kunt geven? Zeker, daar wil ik graag op reageren. Om te beginnen, je maakt over eigendom goede afspraken met elkaar. Ik weet niet of de vraagsteller bij een installatiebedrijf werkt of bij een fabrikant van GBS-systemen.
mijn persoonlijke visie is dat de data die gegenereerd wordt en ontstaat in een project is eigendom van de eigenaar van het gebouw. Hm. En daarmee is zeg maar het feitelijke eigendom geregeld. Wie het daar niet mee eens is, daar wil ik graag een discussie mee voeren over dit onderwerp. Kunnen we misschien een apart webinar over hebben. Maar als het gaat om de veiligheid van data, dus waar je het opslaat, dan zou ik zeggen, dan moet je op een andere manier daarna gaan kijken. En dat is namelijk dat je de veiligheids- en ook vooral de privacy aspecten heel goed met elkaar regelt. Je bent AVG-plichtig. En dat betekent dat dat niet ophoudt bij dat wat in het gebouw zit. Dat betekent dat alles wat wij zouden moeten opslaan, om wat voor reden dan ook in de cloud, dat dat in feite diezelfde privacygevoeligheid heeft en dus ook dezelfde regelgeving kent. Ik weet niet of dat voldoende is voor de vraagsteller. De vraagsteller die geeft aansluitend dan ook nog de vraag van wanneer anderen dan deze data willen gaan gebruiken, of die daar ook licenties voor moeten gaan betalen. Er komen nu nog een paar vragen voorbij. Ik stel voor dat we die even samen nemen, dan op het eind van mijn presentatie kom hier even op terug en dan lopen we ze even door. Dat is denk ik iets... Er zitten interessante vragen bij, zie ik. Inderdaad. Kun jij hier even rustig lezen, Jan? Dan kun je vast even over nadenken. Dan ben je goed voorbereid. Mag ik jou even inleiden, Joep? Ja, dat mag. Ja, want we hebben het nou net over GBS'en gehad en structuren, architecturen en veiligheid. Maar het belangrijkste is in feite de levensduur van het gebouw. Die zal gauw 25 tot 30 jaar zijn. En voor een eindgebruiker is dat nou net de meest interessante periode. Maar hij weet het niet. Het is ook de duurste periode in het leven van een gebouw. En daar komt hij voor te staan. Dus met andere woorden, alle kosten van elke bouwkundige verandering, maar ook technische verandering, daar gaat hij voor betalen. Tenzij hij andere afspraken heeft gemaakt, maar ik zie het maar zelden. Kortom. Een gebouw is dan ook een verzameling van technische installaties geworden. Steeds meer tegenwoordig. En technische installaties vragen onderhoud. En dat is nou net waar we heel veel op beknibbelen. Als je gaat uitrekenen, dan kan je zeggen als de bouwkosten of de levensduurkosten van een gebouw 100% zijn, dan gaat er slechts 35% in het bouwen zitten en 75% in de exploitatie. Dus weten wat er speelt met die installaties en vooral er veel aandacht aan geven, zorgvuldigheid betonen. Dat is eigenlijk waarmee je enorme bedragen kunt besparen op die levensduurkosten. En Joep wil daar een aantal mogelijkheden voor aanreiken, denk ik, die met onder andere gebouwbeheersystemen en een gezonde manier van denken mogelijk zijn. Joep, ik geef jou graag het woord. Jan, dankjewel. Even kort, mijn naam is Joep van der Veld. Ik werk bij Kropman Installatietechniek, dus ik zal een heel praktische insteek kiezen van hoe dat wij gebouwautomatisering gebruiken intern en bij als dienstverlening voor onze klanten. Ik probeer het praktisch te maken. Naast dat ik al een aantal jaren actief ben binnen de expertgroep bij de TVL, ben ik ook nog bestuurslid voor de branchevereniging gebouwautomatisering bij de FI. En ik ben ook bestuurslid bij de Dutch Building Commissioning Association. En zoals jullie kunnen bedenken, liggen die onderwerpen natuurlijk wel netjes in één lijn. Dus daarom vind ik het ook leuk om te doen. Mijn titel: slim gebruik van gebouwautomatisering in beheer- en exploitatiefase. Ik heb het opgedeeld in drie blokken. Waarom doen we dit? Wat willen we bereiken? En vooral de voorbeelden uit de praktijk. Nou, de kern is eigenlijk van, we hebben een gebouwautomatiseringssysteem. We stoppen er een hoop tijd en energie in om dat te maken en te realiseren. Maar vanuit de expertgroep en ook mijn persoonlijke mening is dat we daar veel meer profijt van zouden kunnen hebben wanneer we de automatisering voor ons laten werken. Dus dat is eigenlijk de rode draad van deze presentatie.
Nou, waarom? Wij zien ook vanuit onze eigen organisatie, maar ook natuurlijk vanuit de hele markt, dat er servicecontracten opgesteld worden. Steeds meer worden die prestatiegericht. Er zijn mensen die zeggen, nou oké, we zijn er overheen en we gaan weer terug. Ik denk dat het altijd zal blijven, onafhankelijk of het in het contract staat of niet, maar je zal altijd prestatiegericht moeten werken. Nou, opdrachtgevers hebben behoefte omdat ze een partij hebben die het service en onderhoud doet. En ze willen daar toch bewaken of de processen die onderaannemer doet en ook de kwaliteit van het gebouw, dat de gebruikers tevreden zullen zijn in het gebouw. Beheerders hebben behoefte aan voorziening om dat goed te kunnen monitoren en te kunnen zien. Wij als partij, als opdrachtnemer voor een servicecontract, we willen ook graag inzicht hebben in wat er in het gebouw gebeurt en ook hoe dat ons eigen proces loopt en dat we willen bijsturen. Dus in hoofdzaak kun je eigenlijk een splitsing maken tussen zeg maar comfort, klimaat, energie en dus alle technische systemen. En je hebt denk ik een onderdeel, zeg maar het hele proces, hoe is het georganiseerd, hoe bewaak je dat, hoe ga je dat in de grip houden. Nou, wanneer je dan over prestatie, eisen en contracten gaat spreken, dan ga je heel snel al naar KPI, ook ga je over KPI's praten. En die moeten smart zijn, dat spreekt denk ik voor zich. Ze moeten goed aansluiten bij de doelstelling van het contract. Realistisch, eenvoudig, tijdig trends signaleren. En ze moeten natuurlijk te beïnvloeden kunnen zijn, anders zijn ze niet motiverend. En al die zaken, al die KPI's, die hebben eigenlijk natuurlijk het doel om te zorgen dat dat de prestatie verbeterd wordt, stap voor stap. Dat je acties onderneemt, dat ook weer borgt. En als je dat niet alleen gaat gebruiken voor het reguliere servicecontract, kun je dat ook gaan gebruiken voor je duurzaam meerjaren onderhoudsplan. Dus dan zou dat betekenen dat je je verduurzaming van je gebouw middels dezelfde procedure kunt verbeteren. Wij zien dat bij een aantal klanten al terugkomen, dus ik denk dat dat een goede vorm is. Nou, als je dus kijkt naar de markt, die vraagt een heleboel zaken. Als ik kijk, ik heb even bij een aantal projecten gekeken, of een aantal servicecontracten. Wat wordt er allemaal gevraagd? Nou, dan zie je links een hele lijst met zaken die gevraagd worden. Wij zijn zelf binnen onze organisatie helemaal gestandardiseerd op Microsoft Dynamics, Navision. Maar we maken ook gebruik van open prognose. We zien klanten die met Topdesk gebruiken. Nou, dan is het slim, zeg maar, om daar ook softwarematig zaken te koppelen tussen die verschillende systemen van de opdrachtgeverskant en de servicepartij en misschien nog wel met onderaannemers. Dan kun je dat hele proces beter inzichtelijk maken en borgen. Aan de technische systemen, die staat hier rechts genoemd, daar is het ook zaak, zeg maar, om die te bewaken, te monitoren en te borgen. Dat je daar ook mee kunt. Nou, dan komt het gebouwbeheersysteem natuurlijk in beeld. Een gebouwbeheersysteem zal een deel van deze facetten kunnen behartigen, maar niet allemaal. Dus ook daar zul je na moeten denken over hoe ga ik integreren, hoe ga ik al die informatie, al die data uit al die verschillende systemen halen en hoe ga ik dat op een goede manier behandelen. Nou, wij gebruiken daar binnen Kropman Insight Suite voor. Dat is een open flexibel pakket. En daar kunnen wij al deze zaken in kwijt. Dus dan kunnen wij al die prestatie-eisen kunnen wij inzichtelijk maken en borgen middels dashboards en rapportages. Nou, Jan had het al even over de ISO 115, hè, dus programma van eisen voor gebouwbeheersystemen. Er zijn verschillende gebruikers. Nou, ik denk ook dat het slim is dat je altijd nadenkt wanneer je iets maakt voor wie je doet en hoe dat je dat dan gaat organiseren. Wij zien dat GBS'en steeds meer open zijn. Nog lang niet allemaal, want we hebben natuurlijk ook een heleboel gebouwen waar een oude versie in zit van een gebouwbeheersysteem. En dan moet je best wel wat uit de kast halen om al die data beschikbaar te krijgen en om daar iets meer mee te kunnen doen. En wat Jan ook al enkele aangaf van,
ja, de wereld houdt nu niet op bij een gebouwbeheersysteem, maar de hele IoT, of Jan noemt het dan industrial IoT oplossing, komen erbij. Nou, dat betekent dat je steeds meer data ter beschikking krijgt en dan kun je dus steeds meer informatie uithalen. Hopelijk weten jullie het al, maar wanneer jullie het niet weten, is dat er de TVL een hele mooie cursus 2 jaar geleden opgezet is. Prestatiemonitoring en analyse van HVAC-installaties door Werner Vink en Dave Baas. Het is echt een aanrader, denk ik. Dus het is natuurlijk toch net een vakgebied wat je vroeger op school niet gehad hebt, maar waar je met deze cursus snel een stap kunt maken, denk ik. Wanneer we kijken naar het hele serviceproces en de manier om gestructureerd en stapsgewijs de prestatie van gebouwen te verbeteren, raad ik altijd aan om de ISO 100 tot 107 erbij te nemen, duurzaam beheer en onderhoud. Daar staan heel veel zaken in beschreven, die je niet meer zelf hoeft te verzinnen, maar gewoon kunt gebruiken. De kern is natuurlijk continu verbeteren. Niet alleen kijken naar het uitvoeren van preventief onderhoud, maar juist het functioneel beoordeel van installatie aan het kijken wat daarvoor nodig is. Veel meer kijken naar prestaties, dus, en ook niet van componenten, maar naar systeemniveau. Kijken van wat de oorzaak is van storingen, daar een goede analyse op doen en dan de bron aanpakken. Daarnaast goed nadenken van hoe wordt dit gebouw gebruikt. En dan heb ik het even samengevat als 3 doelstellingen. Grip op het gebouw, beter binnenklimaat en energetisch efficiënt. Wanneer ik deze 3 even terughaal en dan even uitspits. Nou, we willen natuurlijk de exploitatiekosten willen we verlagen. En dat is met name vanuit de opdrachtgeverkant. We willen de beheerskosten verlagen. Nou, dat geldt voor de opdrachtgever. Maar het kan ook voor de aannemer, voor de service provider zijn. De installateur wil natuurlijk heel efficiënt met zijn uur omgaan. Nou, daar helpt het bij wanneer je goede tools hebt. En als je kijkt zeg maar, naar wat meer geavanceerdere oplossingen, dus dan ga je naar conditiebaseerd onderhoud, predictive maintenance en foutdetectie. Nou, dat betekent, dat zijn applicaties, software, dat ga je automatiseren en dat gaat je helpen zeg maar, bij het hele proces. Wanneer we kijken naar een binnenklimaat, en dan neem ik dat eigenlijk heel breed. We willen de prestatie van het binnenklimaat eigenlijk continu monitoren en meten. Dus eigenlijk gewoon vaststellen wat de feitelijk gerealiseerde binnenklimaat is. En niet wat dat zeg maar op basis van modellen is of op basis van alleen interviews. Daarnaast is natuurlijk dit jaar bijgekomen dat de hele veiligheidsaspect, dus COVID-19 versus ventilatiehoeveelheid. Ja, hoe ga je daarmee om? Kun je ventilatie vergroten? Ja, nee. Wanneer er een bepaalde hoeveelheid ventilatie is, hoe kun je daar dan het meest efficiënt mee omgaan? Energetisch efficiënt. Ik heb niet opgeschreven van altijd minder energie, maar vooral energetisch efficiënt. Dus we moeten rapporteren, we moeten in de gaten houden wat de energieprestatie is van het gebouw. Maar ook bijvoorbeeld van verschillende componenten. Wat is het omzettingsrendement? Wanneer dat terugloopt, kunnen we sneller actie ondernemen en kunnen we dat corrigeren. En we willen graag natuurlijk bewaken wanneer we bijvoorbeeld in ruimtes, wanneer er en verwarmd en gekoeld wordt, om dat te voorkomen. Dus, nogmaals, automatisering moeten we voor ons laten werken. Nou, hoe pakken we dat aan voor die technische systemen? Nou, wanneer wij zo'n traject hebben, dan kijken we eerst natuurlijk van wat is de wens van de klant of hoe is het contract opgesteld? Nou, dan kijken we van welke data kunnen we beschikbaar maken vanuit het gebouwbeheersysteem. Wanneer er aanvullende bronnen zijn, denk aan slimme meters, energiemeters. Nou, gaan we die ontsluiten en dan nemen we die ook mee. Daarnaast is het heel vaak zo dat we goed moeten kijken naar de databronnen en de data die eruit komt, want die moeten vaak opgeschoond worden en of moet uniform gemaakt worden. Nou, dan is het in de regel zo dat je kiest van oké, als ik al die data heb, hoe ga ik dat, met wat voor tool ga ik dat allemaal inzichtelijk maken?
zoals ik al zei, wij gebruiken daar ons InsightView pakket voor, InsightSuite. En daar kunnen wij tot op heden nog alle vragen die opgetreden zijn, kunnen we daarmee oplossen. Ik denk dat flexibiliteit en openheid het belangrijkste is bij het maken van zo'n keuze. Omdat je nooit weet wat je over 2 jaar zou willen. En mijn persoonlijke ervaring is dat dat het meest cruciaal is. Om die openheid en flexibiliteit te kiezen. Dat wij daar niet in stilstaan, dat wil ik middels deze sheet laten zien. We hebben een prik gedaan samen met hogescholen en universiteiten en een aantal andere partijen, waaronder ook TVVL. Dat is installatie 2020. Die site is nog steeds in de lucht, dus die kan ik ook zeker aanbevelen om te grasduinen wat daar nog te vinden is en wat je zou kunnen gebruiken. Maar het leuke is, denk ik, om te melden dat project heeft ook een vervolg gekregen. Dat is continuous monitoring en foutdiagnose detectie en diagnose. Dat is een project samen met TU Eindhoven, ISO en andere opdrachtgevers. Dat is wordt ook gehost door Eindhoven Engine. Dat is een organisatie binnen de TU Eindhoven. En dat gaat 4 jaar duren. Dus daar zijn we de komende jaren gaan we daarmee aan de slag om daar ook wat nieuwe zaken uit te halen. Als ik nu een aantal voorbeelden haal, dan wil ik het even top-down benaderen. Dus het belangrijkste is, denk ik, voor een gebruiker dat het binnenklimaat op orde is en dat het energieverbruik zo efficiënt mogelijk is. En dan niet wat je verwacht, maar wat werkelijk gemeten is. Dus de werkelijke ruimteconditie, de werkelijke energieprestatie. We willen graag trends zien. We willen geen discussie hebben. Het moet objectief vastgesteld kunnen worden. En we willen eigenlijk daar dat een middel is om het gebouw te gaan verbeteren. Wanneer we kijken, zeg maar, naar... ik ga hier even een dingetje bij pakken. Dus wanneer je, zeg maar, rechtsboven heb je een dashboard gewoon met wijzers, hè, waarin je snel kunt zien of iets voldoet in het groene gebied, bijna voldoet in het gele gebied en niet voldoet in het rode-roze gebied. Maar daaronder wil je eigenlijk ook kunnen zien hoe dat die trend zich ontwikkelt. Want daar is natuurlijk misschien nog wel vaak meer uit af te leiden. Nou, het moet natuurlijk actueel zijn, online beschikbaar en 24/7 in te zien door alle partijen. Dat is het meest handige, meest nuttige. Als je dan ziet, hoe maken we dan zo'n dashboard? Nou, we maken vaak een scatterplot, bijvoorbeeld linksboven. De ruimtetemperatuur in een gebied of in een ruimte. Daar plotten we alle uurwaardes. En dan gaan we grenzen aangeven waarbinnen die temperatuur moet zijn. Nou, dan is het, in dit geval is het een maandrapportage. Dus dan heb je heel veel data. En dan ga je kijken van wat is het percentage wat binnen de gestelde eisen valt. En ook ga je dat relateren aan de contractuele waardes. En dan ga je aan de hand daarvan een prestatieindicator opstellen. Nou, dat kan natuurlijk voor temperatuur, dat kan voor CO2, dat kan voor luchtkwaliteit. Nou, dat kun je doen, zeg maar, voor alle comfort KPI's, maar dat kun je ook doen voor alle energie KPI's. Nou, het mag duidelijk zijn dat dat uit verschillende databronnen kan komen, maar dat is op zich geen probleem. Het is juist sterk, zeg maar, om ze dan naast elkaar te zetten. Als je kijkt, zeg maar, naar het opwekken, dan zie je heel vaak dat er natuurlijk WKO-installaties gebruikt worden. Nou, de opdrachtgever die moet dat ook rapporteren aan de provincie. Dus wat is er dan makkelijker om dat allemaal in één rapport te verzamelen en dan ook gelijk de checks te doen of de balans voldoet aan de vergunning, of de bron de laadcondities voldoet of onlaadcondities voldoet. Nou, dat kun je dan op een handige, snelle manier kun je dat dan met de klant delen. En het leuke is, als je dit maandelijks rapporteert, dan krijg je natuurlijk een gesprek met die opdrachtgever van of die hiermee tevreden is, of die misschien nog wel een stapje extra zou willen doen.
Wanneer we kijken naar de overal prestatie, de volgende stap is dat je zegt, we gaan kijken naar deelprocessen. Dus we hebben bijvoorbeeld hier in dit geval, we hebben een warmteopwekking. Nou, in het linker plaatje hebben we een stooklijn erin geprojecteerd in de rechte lijn. Maar we daarnaast hebben gemeten wat de daadwerkelijke gemeten aanvoer water is van de centrale verwarming. Nou, dan zie je dat een aantal zijn rood, die zijn dus te hoog. Die vallen buiten de bandbreedte. Nou, dat betekent dat je daar iets aan kunt doen. Aan de linker of aan de rechterkant, daar zie je eigenlijk het gasverbruik uitgezet tegen de buitentemperatuur. Dus hoe kouder het wordt, dus links, dan is het gasverbruik hoger. Nou, als je dit daarnaast maken we daar een kromme doorheen. Het gemiddelde, zeg maar, op basis van die historische data, dat we snel kunnen zien wanneer er afwijkingen optreden. De bandbreedte rond die kromme geeft aan hoe precies het geregeld wordt, dus hoe weinig afwijkingen dat er zijn. Nou, als je dit ziet, dan denk ik, oké, prima, ziet er goed uit. Als we kijken aan de... als we een andere doorsnede maken en we zeggen van, nou oké, we kijken alleen op de midweekse feestdagen, dan zie je, zeg maar, dat daar de meeste... dat daar het gasverbruik een nul is, of minimaal, zeg maar de onderste kromme. Maar er zijn er ook een aantal die in de buurt komen van de kromme van het normale werkdagenverbruik. Dus hiermee laten we zien dat waarschijnlijk niet alle midweekse feestdagen het tijdprogramma goed ingesteld staat. En daar is dus nog verbetering mogelijk. Wanneer we naar een andere deelproces kijken, is bijvoorbeeld de radiatorgroep. Nou, dan kunnen we kijken, zeg maar, van die radiatorgroep die wordt gestuurd door een regelafsluiter met een PID, heel conventioneel. Maar wanneer we nu gaan kijken wat de afwijking is, zeg maar, tussen de gemeten waarde en het setpoint voor die regeling, voor die PID, nou, dat kunnen we plotten. Dan kunnen we aangeven van dat mag plus of min 5 graden afwijken, zeg maar, de gewenst aanvoertemperatuur. En dan komt die boven de rode lijn. Dan ga ik een alarmering geven. Ik ga een e-mail sturen met een plaatje bij. Zodat de instructeur, in dit geval Kropman dan, dat wij er iets aan kunnen doen. Je kunt ook bijvoorbeeld aan de rechterkant op het plaatje kun je constateren wanneer het aanwarmgedrag, wanneer daar iets mis mee is. En de regelafsluiter die staat bijvoorbeeld 3 uur lang op 100%. Nou, dan weet je ook dat er iets aan de hand is. Dus dat kun je ook constateren en daar kun je ook actie op ondernemen. Dus dat betekent dat je, wanneer je zo'n deelproces goed beheert, dat je eigenlijk al in een eerder stadium kunt ingrijpen voordat de overal prestatie van van de ruimtecondities slechter wordt. Dus je kunt eigenlijk, bent al een stapje eerder. Nou, hetzelfde kun je doen bij een Luwanskast. Dan kun je ook de inblaastemperatuur bewaken ten opzichte van de berekende waarde, zeg maar. De inblaastemperatuur die de Luwanskast zou moeten... zou moeten doen. Nou, hier een rood stuk te hoog en een blauw te koel. Wanneer we kijken op componentniveau, hier heb ik een voorbeeld van een cv-ketel. Nou, daar kun je zien, zeg maar, het gasverbruik, wat de ketel verbruikt, de hoeveelheid warmte dat die ketel levert. Kan ik automatisch uitrekenen wat dan het rendement is. Nou, dat rendement kan ik ook over meerdere jaren inzichtelijk maken. Dan kan ik ook zien wanneer er iets geks gebeurd is in september 2016. Dus dan kan ik gelijk daar op actie ondernemen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor een warmtepomp. Nou, dan bij een warmtepomp is het natuurlijk van belang de hoeveelheid warmte die die levert in de winter ten opzichte van de hoeveelheid elektra die die verbruikt. Nou, hier kun je zien in één plaatje naast de coefficient of performance, dus die verhouding daartussen. Nou, de doelstelling is dat de COP op 4 blijft. Nou, je ziet dat die een aantal dagen erboven is. En als die in deellast komt, dat die iets lager wordt in dit geval. Nou, linksonder staat nog de capaciteit waar die warmtepomp op heeft gedraaid. Dit is een viertraps warmtepomp. Dus dan kun je mooi zien
dat er een relatie in zit tussen een lagere capaciteit en een lagere COP. Nou, daarnaast willen we ook kijken naar het energieverbruik, maar dat de energieverbruik volgt per dag. We kunnen op basis van historische data maken we een profiel. En we kunnen dus veel sneller detecteren. In dit geval voor verschillende dagen. Dan hebben we een zwarte lijn, is de referentie, de verwachting. En dan een lichtgrijs de referentie plus een paar, 10-15%. En een lichtgrijze eronder. Dus dan kun je enkel heel snel zien wanneer er een afwijking optreedt. Dan hoef je niet te wachten tot eind van de maand, tot je een factuur krijgt van je energieleverancier. Daarnaast is het ook mogelijk om op basis van al die gedetailleerde energiedata automatisch controles te doen. Dus automatisch te kijken, zeg maar, een hoog verbruik van het gebouw ten opzichte van het laag verbruik. Hoe is die verhouding? Is die verhouding niet goed? Dan kan ik gelijk een alarmering geven. Ik kan constateren wanneer er onnodig verbruik is voor werktijd, na werktijd, et cetera, et cetera. Dus je kunt een heleboel controles kun je automatiseren. Dat helpt, denk ik. Maar goed, en ik kom te melden dat zo'n EMS is een wettelijke verplichting. En voor meer informatie verwijs ik jullie graag door naar de RVO-site. Hetzelfde geldt eigenlijk voor zonnepanelen. Nou, dan heb je vaak vanuit die leverancier heb je een voorspelling. Maar je kunt ook zelf een voorspelling creëren, zeg maar, en op basis daarvan gaan bewaken. Nou, dat kun je hier aan de rechterkant zien. Dus de voorspelling is de zwarte lijn en groen het gerealiseerde. En dan kom ik nu bij mijn resume. Ik hoop jullie hebben te laten zien dat we door slim gebruik te maken van een gebouwbeheersysteem, de data die eruit komt, aan te vullen met andere data, dat je heel goed een onderhoud- en beheercontract, de prestatie ervan inzichtelijk kunt maken. De prestatie kun je gebruiken om continu te verbeteren. Je kunt dashboards maken voor de gemeten situatie, wat deelprocessen, componentniveau, je kunt energieprofielen bewaken. Dus ik hoop dat ik jullie heb kunnen laten zien dat er soft tools beschikbaar zijn. Dus gebouwautomatisering kan gewoon voor u werken. Dus je hoeft niet alles zelf meer uit te vinden. Dus, anders volgens mij nu ruimte voor nog vragen. Nogmaals, graag via de Q&A. Als het goed is, heeft tijdens deze sessie Jan als moderator opgetreden. Dus die gaat kijken van wat de vragen zijn in de Q&A. Ik weet niet of jij ook weer online kunt komen, Jan. Ik hoor je niet, dus je staat nog gemute. Esmeralda, kan jij Jan vrijgeven? Dat is hij al, dus ik... Oh. Even een instelling aan zijn kant. Wellicht kan jij al een start maken met de vragen, Job. Oké, even kijken hoor. Dan moet ik even natuurlijk snel even kijken. We hebben over de data gehad. Ik kom direct even terug. Verschil tussen edge fork. Even kijken. Ja, dat is natuurlijk. Oké. Nou, zal ik even beginnen met de vragen die denk ik over mijn sessie gaan. Dus de onderste. Ik herhaal de vraag. Bij grote bedrijven, overheden, heeft een interne IT vaak dienst andere belangen dan de eigenaar van de GWS-installatie. Wat zijn uw ervaringen? Hoe zijn die opgelost? Dat is een hele goede vraag. Daar hebben wij dagelijks mee te maken. Dat is best wel een uitdaging om dat goed te organiseren. Onze ervaring is dat we dat eigenlijk alleen goed op kunnen lossen door een IT'er bij onze remote beheerclub aan te nemen. En die dus als IT'er met de IT'er van de klant kan praten. En dan is mijn ervaring dat we er eigenlijk altijd uitkomen.
En we hebben ook klanten met banken en andere zaken. Dus er zijn technisch zijn daar gewoon mogelijkheden voor. Dan de, hopelijk is dat voldoende antwoord. Dan een vraag van Paul van Dorp. Monitoring vraagt inzetten en heeft ermee ook kosten tot gevolg. Zien jullie dat de split incentive tussen verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud en verantwoordelijkheid voor de energiekosten in de praktijk een beperking is? Ja, kosten is natuurlijk altijd een beperking. Maar ik denk wel dat, dat we nu in een fase zitten dat de klanten, zeg maar, die voorop willen lopen, zeg maar, op het gebied van verduurzaming, van een uitstekend binnenklimaat voor hun medewerkers, die zijn denk ik vooral nu aan zet. Dat betekent ook vaak dat je de andere eisen van zo'n beheercontract, die zijn al zodanig dat je dat al bijna niet meer kunt zonder een goede monitoring en een slimmere aanpak. Maar ik verwacht wel dat dat binnen een aantal jaren dat dat steeds meer doorgerold wordt naar ja, zeg maar de reguliere onderhouds- en beheercontracten. Mede ook omdat software en sensoren, dat dat steeds goedkoper wordt en steeds beter beschikbaar komt. Ik weet niet of dat voldoende antwoord is. Ik ga nog even terug naar Jan. Is jouw microfoon is die al in de lucht, Jan? Ik hoor jou nog niet. Dus we kunnen jou niet horen, Jan. Dus dat is heel vervelend. Dan ga ik even door naar nog een vraag van Sebastian Jager. De gecreëerde analyses zorgen voor een goed inzicht, maar lijkt nog reactief te zijn met handmatige acties die nog uitgevoerd moeten worden. Hoe zie je de ontwikkeling dat dit soort inzichtanalyses direct gebruikt worden om aanpassingen te doen? Ja, ook een goede vraag, Sebastian. Nou, dat is eigenlijk precies de kern van het onderzoek, zeg maar, wat we nu samen met TU Eindhoven op hebben gestart. We willen natuurlijk graag dat die analyses dat die, geautomatiseerd worden. De grote uitdaging daarbij is natuurlijk wel zo dat er is altijd een balans, zeg maar, tussen het inrichten van een systeem en de juiste gegevens erin stoppen. En de resultaten die dat oplevert. Wanneer je een installatie gaat monitoren, moet je eigenlijk dus van tevoren weten wat zijn de programma van eisen, wat zijn de ontwerpcriteria waarop het gebouw en de installatie ontworpen is. Wat heb je nodig voor een goede monitoring? Nou, wanneer je een bestaand pand hebt, is het heel lastig om dit soort gegevens boven water te krijgen. Maar eigenlijk zou je dat wel willen. Dus wij zitten in een markt waar we onze klanten toch wel redelijk hoge eisen stellen. Maar de vraag is altijd, zeg maar, dat we dat tegen zeer beperkte kosten moeten kunnen maken. Nou, en dat is denk ik de uitdaging, hoe dat we dat kunnen doen. Ik zie ook nog wel een grote stap mogelijk, zeg maar, wanneer we alle ontwerpgegevens in een BIM-structuur zouden kunnen stoppen. Dat is nu nog lang niet het geval. Maar wanneer dat wel komt, zeg maar, zouden we daar die geautomatiseerd al die al die gegevens uit kunnen halen en daar het monitoringssysteem van de gebruik kunnen laten maken. Dus daar zie ik wel een goede route. Alleen op dit moment is dat nog heel beperkt, denk ik. Joep, ik heb geprobeerd Jan nog naar binnen te halen, maar het lukt niet. En bij de mute-knop staat een dakje, Jan. En als je daarop klikt, kan je de vijzen aanklikken voor je microfoon. Dus links onderin naar start video. Dan hebben wij mute en daar zit een dakje. Als je die openklapt, dan kan je wat keuzes maken. Waarschijnlijk is het omdat het device niet is aangesloten waarmee je spreekt.
Nee. Dat is heel jammer, Jan. Want, maar volgens mij, Esmeralda, deze vragen die, die in de Q&A-sessie gesteld zijn, die worden bewaard. Dus ik stel voor dat wij die meenemen en dan kunnen wij die offline nog beantwoorden, denk ik, Esmeralda. Ja, we gaan die een week binnen dit webinar versturen aan iedereen. Ja. En iedereen ontvangt ook de presentatie in een PDF als handout. Ja, oké, okay, dus dat is, daar gaan we dan voor zorgen voor, om daar netjes antwoord op te geven. Ik heb nog twee, ook gezien de tijd, gaan we toch naar de afronding. Ik heb nog twee zaken die ik onder jullie aandacht wil brengen. Eén is de TVL expertgroep GB. Ook wij zijn daar een steeds opener vorm aan het geven. Dus dat wanneer daar belangstellenden zijn en mensen zeggen, nou, oké, ik wil daar toch eens graag een keer komen kijken, ik wil daar wel over meepraten, ik heb ideeën, ik heb wensen, ik heb of ik wil daar gewoon kennis op doen, maar ik wil daar gewoon aansluiten bij een aantal vakgenoten, dan ben je van harte welkom om daarbij aan te sluiten. Nou, kijk op de TVL Connect, hoe dat je daar contact kunt leggen. Je kunt ook altijd mij of Jan kun je bellen of mailen. Dat al die gegevens staan ook op de presentatie. Wat Jan nog had willen vertellen is dat wij binnen de TVL Connect site hebben wij een project geopend over de evaluatie, de reacties op de ISO 115 praktijkvoorbeelden, ervaringen, gewenste verbeteringen, die kunnen jullie daarin kwijt. Dus dat staat op TVL Connect onder projecten. Kijk, Esmeralda die gaat het even netjes laten zien, of Jan laat het zien, denk ik. Zie je, dus betere GBS, gebruik toepassing van ISO 115. Dus ook dat is geopend, daar kun je gewoon op een aanmerking in kwijt en kun je gewoon een reactie geven, dus natuurlijk heel laagdrempelig. En daarnaast, als laatste, wil ik nog laten zien. Ik weet niet of mijn scherm nu gedeeld is. En dat is eigenlijk de... Oh, ja. Dus volgens mij zie je mijn scherm. Dat is de eerstvolgende TVL-webinars. Dat is op 10 december over frisse scholen. Nou, dat is natuurlijk een hot topic. Dus ik wil iedereen uitnodigen om daar ook aan mee te doen. En het is binnen de TVL zo goed bevallen dat we ook in 2021 gaan we verder met de webinars. Dus ik denk dat het een mooi middel is om een uurtje even wat kennis en informatie op te doen. Dus kijk op de TVL website tvl.nl/agenda voor het actuele overzicht. Nou, rest mij het enige nog om jullie van harte te bedanken, ook namens Jan, ondanks dat hij even nu zijn stem kwijt is, maar dat zal vast goed komen, Jan kennende. Dus iedereen hartelijk bedankt voor het deelnemen. Bedankt ook voor de vragen en we zien jullie graag weer terug. Dankjewel.